Het nieuws in 1 minuut. Jan van Hals gaat voor de NOS werken. De oud-voetballer is het komende seizoen vaste tafelgenoot in het programma NOS Studio Voetbal. Ook zal Van Hals aanschuiven als analist bij wedstrijden in de Champions League en tijdens het EK volgend jaar. 19 partijen hebben zich officieel gemeld als geïnteresseerden om de luchthaven Twente te gaan ontwikkelen. Werd gisteravond bekend bij een rondrit van de Enschedese politici op het luchthaventerrein. De geïnteresseerden worden nu getoetst op geschiktheid. Irene Christenhuis uit Oldenzaal heeft een taalspel voor kinderen bedacht. Ze heeft het spel eigenlijk uit idealisme gemaakt, maar wil er nu de markt mee op. De natuur in het Aamsveen bij Enschede heeft door de brand begin juni een flinke stap teruggedaan. Het is volgens Landschap Overijssel nog niet te zeggen of alle flora en fauna zal herstellen. Vooral het veen is er op veel plaatsen slecht aan toe. Alleen voor het veen zou het heel belangrijk zijn dat hier een lokale bui zou vallen boven het Aamsveen.